Hey allemaal, het is Robin Gaming hier en ik moet zeggen, ja, het is best wel raar om dit nu te gaan doen in het Nederlands. Maar ja, ik dacht van, een paar mensen zeiden ook dat ze het leuk zouden vinden als ik eens een keer een Nederlandse commentary zou doen. Dus ja, dat ga ik vandaag maar eens doen dan. Maar ik dacht van, ja, ik moet dat niet gaan doen alleen. Ik heb daar gewoon iemand van nodig, dus ja, ik moest het wel samen met mijn sidekick doen, hè, Sander? Maar ik zit hier met Sander, oftewel Yachty op YouTube. Dus introduceer jezelf. Inderdaad, dankjewel dat je mij al helemaal voorgesteld hebt. Ik ben inderdaad Sander. YouTube naam is Yachty. Oké. Dus? Nee, dat werkt voor geen meter. Maar we gaan gewoon door, Sander. Echt gewoon, flik hem op. Maar waar wij het gewoon over wilden gaan hebben dit keer, is ja, gewoon typisch noob dingen aan Uncharted Multiplayer. We dachten dat was leuk zou zijn. Dus ja, we hebben gewoon even wat dingetjes opgeschreven die we echt heel erg, waar we ons echt kapot aan kunnen gaan ergeren in deze multiplayer. Ja, daar gaan we het gewoon eens even over hebben. Ja, precies. En dus we beginnen maar eens gewoon met het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is dus revenge, oftewel wraak. In het Nederlands natuurlijk. Ja, dat is gewoon een booster. En ja, we hebben gewoon al die revenge video's gemaakt. Hij is de gay geworden. Ja, we hebben die video's gemaakt. Ja, Sander, zeg maar even wat je er zo gay aan vindt dan. Hij is oké, okay, als hij zo ongelooflijk noobisch is, je hoeft alleen maar die booster in te stellen en je krijgt eigenlijk alleen maar al instant kills door. Je hoeft alleen maar dood te gaan en je dropt een granaatje en als toevallig iemand in de buurt is, dan is die dood en dan krijg jij een kill en dan ben je blij. Maar die ander is niet blij, want hij wordt vermoord door eigenlijk helemaal niks. Ja. Want degene die je revenge, oftewel vaak gebruikt, die hoeft helemaal niks te doen, hij heeft alleen maar dood neer te vallen. Dus dat is best wel noobisch. En dat haten wij heel erg. Ja, tel maar. Nou, ja, ik wou gewoon zeggen, ja, het is een beetje raar, mensen, dat ja, hier met die headsets, er zit zeg maar een soort van 3 seconden vertraging tussen ons. Dus ja, het wordt heel veel door elkaar praten, maar dat maakt niet uit. Maar ja, die revenge booster, ja, het is gewoon heel erg, ja, ik bedoel, je hebt er gewoon totaal geen skill voor nodig om dan nog een kill te krijgen. Hetzelfde met de Carl 7, waar we het dadelijk nog even over gaan hebben. Het is gewoon, ja, yeah. Je hoeft die booster maar aan te zetten en je krijgt gewoon gratis kills. En daarbij komt ook nog eens dat je gewoon heel vaak gewoon team kills krijgt. En dat gewoon mensen in je team worden gekilled. En de mensen die wraak gebruiken, ook die hebben dan meestal zoiets van, ja, het boeit mij een flik, het boeit mij wat. Ik bedoel, ik krijg tenminste kills mee met bij de tegenstander. En ja, dat is gewoon, dat zijn gewoon van die dingen, dat, ja, dat is gewoon heel gay. En ik bedoel, je hebt er gewoon totaal geen skill voor nodig, wat ik al zei. En daar kun je gewoon, als je gewoon geen wraak gebruikt, dan kun je daar gewoon echt kapot aan ergeren. Even kijken. Waar we trouwens nog even snel over wilden hebben met betrekking tot revenge, oftewel wraak, is dat wij natuurlijk de beruchte Revenge on Revenge video's hebben gemaakt. Wij zijn in principe begonnen en ja, een soort van clannetje is het dus geworden. Ik moet zeggen, ja, toch wel heel veel mensen die clantech gebruiken, dat vinden we echt heel vet. Dat vinden wij super awesome. Fucking awesome, mensen. Dus ja, blijf dat gewoon doen. En, we wouden heel even snel aankondigen dat wij een derde video gaan maken, een derde Revenge on Revenge video. Die wordt net zo vet. Als je nog even de vorige revenge video's wil kijken, check die dan vooral even. We linken hem in de video. En ja, ik bedoel, dus. Check zeker. En als jij in de volgende revenge video wil komen, oftewel Revenge on Revenge 3, stuur dan vooral nieuwe clips naar OMG, oftewel OMG, You Use Revenge, of Revenge is Gay. Je zult de PSN namen zo zien in de video's, dus dan weet je precies hoe je het spelt. Maar stuur gewoon je clips waarin je gewoon sukkels met Revenge gewoon lekker kickt. En ja, die komen dan in de video, dus ja, dat is natuurlijk echt vet. En dan kom je ook in de video, super. Dus dat is wel nice. Het tweede ding van waar we over wilden praten is lag. Ja, Sander, vertel me eens wat je vindt van die lag dan en wat je precies bedoelt. Ja, ik vind het zo irritant. Elke keer als ik lekker aan het spelen ben en het gaat lekker,
En opeens zie je dat verrekte rottekentje in beeld staan. Een ene rondje met zo'n ja, bliksemschichtje, daar lijkt het nog wel het meeste op. Dat zie je dan opeens in beeld komen en je poppetje wordt stil en je kan van ene flikker meer. En de andere flikkers, die kunnen natuurlijk wel flikkers. Dus die knallen jou gewoon neer terwijl je zelf stilstaat. Dat is het allerirritantste eraan als je er zelf last van hebt. Maar wat eigenlijk mensen even irritant is, is als anderen er last van hebben. Want dat kan in positieve gang zijn of in negatieve gang. Iemand die een positieve gang heeft, die heeft lag in zijn voordeel, wat dus inhoudt dat hij jou als het ware oont. Jij denkt van, oh, hij is nog daar, of hij doet nog dit, of hij doet nog dat. Maar in werkelijkheid is hij al een paar stappen verder. En opeens ben jij dood, terwijl die vent eigenlijk al van alles heeft gedaan, terwijl hij dat zelf nog lang niet heeft doorgehad. Als de negatieve gang uitvalt, dan heeft die kerel daar eigenlijk heel veel last van. Dan denkt hij van, oh, ik ben nog hier, maar in werkelijkheid is het spel al wat verder. En dan is hij heel snel dood. Maar het allerirritantste is natuurlijk als die vent er zelf voordeel van heeft. Want dan heeft iedereen in het spel er last van, terwijl die vent gewoon lekker aan het spelen is. En die denkt van, hé, wat gaat het lekker vandaag. Zo, dat wil ik wel eens vaker hebben. Maar in werkelijkheid zit iedereen zich van kapot te ergeren, omdat die vent zo'n ongelooflijke klote connectie heeft. En dat is gewoon fucked up, wie. Ja, nee, zeker. Maar ja, ik vind dat gewoon echt iets wat ze gewoon moeten gaan fixen in een volgende Uncharted. Want het ligt niet alleen maar aan de verbindingen, denk ik zelf. Want je hebt toch van die momenten, ik bedoel, ik heb gewoon een hele goede connectie. Ik speel gewoon bedraad, weet je wel. Maar ja, ik heb toch ook van die momenten dat gewoon een vijand die dropt een granaat. Normaal dan een wraakgranaat, dus van een flikker. Maar dan loop je eenmaal over die granaat heen en dan weet je al van, ja, ik ben dood. Serieus, je loopt over die granaat heen, hij gaat pas 3 seconden later af en je bent al een heel stuk verwijderd van die granaat. Maar toch word je gewoon nog steeds door diezelfde granaat gekild. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon heel dom. Zeker als je gewoon weet dat het niet aan jou ligt, weet je wel. Precies, en daar krijg je dus gewoon echt aan bij je van. Het is gewoon echt zwaar frustrerend. En dat zorgt er gewoon voor dat je Uncharted multiplayer gewoon stukken minder leuk vindt. Ja. Gewoon door onzin die helemaal niet nodig hoeft te zijn. Tja, dat is gewoon jammer. Ja, inderdaad. Het ligt gewoon echt aan Naughty Dog. Dat soort shit moeten ze gewoon proberen te fixen. Of in ieder geval proberen beperkt te houden. En, zover de lag. Het derde ding was de, zoals wij het noemen, gay playstyles, oftewel tryhards. Sander, vertel me eens wat je daarvan vindt, wat je daarmee bedoelt. Met tryhards. Ja. Ja, dat zijn dus van die figuren die het gamen net iets te serieus nemen. Die net iets die te hebben serieus. Dus verder eigenlijk gewoon helemaal niks te doen ofzo. Die hebben misschien school. Maar ja, dat doen ze eigenlijk ook helemaal niks voor. Die komen niet eens opdagen, die melden zich ziek. En denkt iedereen van, ah, die arme jongen is ziek. Maar in werkelijkheid zit hij gewoon in charge te spelen om op te levelen. Om te levelen, om beter te worden. Want dan denkt hij dat hij van zijn gameplay maatjes dikke respect krijgt. Maar in werkelijkheid zit iedereen gewoon van, wat een ongelooflijke sukkel. Dat hij gewoon helemaal niks anders heeft, alleen maar zit te gamen en gewoon niks anders doet in zijn leven. Maar goed, Wat is dan een typisch kenmerk van een tryhard? Bezig. Sorry? Wat is dan een typisch kenmerk van een tryhard? Wat doet hij dan? Nou ja, dat hij dus om alleen maar te levelen, om alleen maar beter te worden, om de hoogste level te behalen, zoveel mogelijk in-game geld te verdienen, de meest ongelooflijk geheide en ook wel gay technieken gebruikt om meer geld te verdienen of te levelen of zoveel mogelijk kills te krijgen en zo min mogelijk deaths. Noem maar wat. Zoals zo idioot lopen en springen om kogels te ontwijken. Niemand doet dat, maar behalve die tryhards, die doen het constant. Ja. Je herkent ze al van mijlen ver vandaan en je ergert je gewoon kapot aan hen, omdat ze jou constant neerschieten. En jij, je kan er eigenlijk weinig aan doen, want ze zijn zo gehyped en zo goed. Want zij spelen alleen maar dit. En meer ook niet. Dus je kan het niet anders dan daar goed in worden als je alleen maar dit spel natuurlijk. Technieken zoals die in die quick tips van Back to True zit in Uncharted TV. Die tips die gebruiken zij constant. Ja. Daar kan je gewoon helemaal niks tegen doen. Als je gewoon af en toe de spel
Of regelmatig, maar niet zo vaak als hen. Ja, je kan er gewoon niks tegen doen. Ze doen het al en dan denk ik van, oh ja, kut. En dan is het te laat. Ja, maar niet alleen dat, maar ook gewoon van die flikkers die gewoon... Voor de patch, weet je wel, gelukkig heeft die patch dat gefixt. Maar voor de patch had je gewoon van die achterlijke Mongolen die gewoon gingen spelen. En die hadden dan in een match hadden ze gewoon een ratio van 4. En dan vonden ze dat te laag. Ja. En dan gingen ze gewoon de game leaven. Zodat de kills en de deaths gewoon niet meetelden. Zodat ze per se tegen aan iedereen konden laten zien van... Ja, kijk, mijn ratio is eigenlijk gewoon 5. Terwijl het totaal niet waar was. Ja, maar zijn gewoon flikkers die leaven. In werkelijkheid is dat gewoon fucking fake. Omdat... Zij gewoon elk potje liever als het een beetje minder gaat. En daardoor hebben ze eigenlijk gewoon zwaar nette ratio. Iedereen is van, oh wat goed, maar in werkelijkheid zijn het gewoon losers. Ja, maar ze hadden ook gewoon een soort van functie in moeten bouwen of zo in die multiplayer. Dat je ook een soort van statistiek had van games left. Dus hoeveel games je hebt geleefd, zeg maar. Dat zou vet zijn. Als je dan gewoon een ratio hebt van 10 en dat er dan staat van, ja, games left, 5683, weet je wel. En ik ben wel blij dat ze dat nu hebben gefixt trouwens, kills en deaths, dat nu niet meer meetelt als je leeft. Maar Sander, we hebben nu drie dingen genoemd, eigenlijk de drie hoofdzaken waaraan we ons kapot kunnen ergeren in Uncharted. We hadden eigenlijk nog drie andere opgeschreven, maar die zijn toch waar we ons wat minder aan ergeren. Dus ik denk, omdat deze video nu toch al 10 minuten duurt, dat we die maar misschien moeten bewaren voor een volgende video. Of, ja, nou al, echt, het gaat zo snel. Maar dat we dat misschien maar beter kunnen bewaren voor een volgende video, of gewoon niet. Ik zeg al, het is, we ergen ons daar minder aan in ieder geval. Dit zijn gewoon de drie hoofdzaken waar we ons echt kapot aan kunnen ergeren. Ja. Ja, Sander, ik wil je toch even bedanken voor deze Nederlandse dual commentary. We hebben het al vaker gedaan. Ik ga die ook even linken hier in de video. Dus als je een soort van oude commentary met mij en Sander wilt zien, die volledig in het Engels is en ook nog eens best wel grappig is, vind ik dan. Als je die wilt checken, klik dan vooral op die link. En serieus, ik stuur ook je clips op voor Revenge on Revenge 3 natuurlijk. Wat een super vette video. Ik moet die shit eigenlijk gewoon op een short TV zien te krijgen. Maar Sander, ja, echt dankjewel voor deze Nederlandse dual commentary. Wil je nog even wat zeggen tegen het publiek? Wat moet ik zeggen? Ja, weet ik veel. Mag jij bepalen? Ja, ik weet wel iets. Ik wil bijvoorbeeld, ik spreek denk ik ook namens jou, even onze excuses aanbieden dat we heel vaak door elkaar praten. Maar dat komt gewoon door die vertraging van onze headsets op dit moment. Daar valt eventjes niks aan te doen. Maar ik denk wel dat het een leuke commentaar is geworden, toch? Ja, zeker. Nee. Nou dan. Ja, dat zeg je weer heel mooi, Sander. Dankjewel. Maar jongens, bedankt voor het kijken. Zoals ik al zeg, dit is gewoon iets wat we eens een keer erbij doen. Een Nederlandse commentary. Dit is niet iets wat standaard op mijn kanaal te zien valt. Ik ben natuurlijk gewoon een Engels kanaal in principe. Dus ja, ik hoop je weer waarschijnlijk morgen te zien met mijn volgende video. Bedankt voor het kijken allemaal. Doei. Adios. Amigos. Adidos.